Hoi, je kent het wel, je bent jarig geweest en je hebt van die goed bedoelde snelwegboeketten gekregen. Nou, je kan het natuurlijk prima zo in de vaas doen, maar ik kan je ook even laten zien wat je er nog meer allemaal mee kan doen. Nou, we hebben hier een aantal bosjes en die gaan we even helemaal uit elkaar halen. Oké, nu gaan we het groen scheiden van de bloemen. Zo, nou, ik heb alles verzameld. Het groen, veel hè, heel veel groen. Nou, dat laten we even voor wat het is. Ik vind het voornamelijk heel erg leuk om met alleen de bloemen te werken. En je zal ook zo zien dat het hele mooie tuinige sfeer krijgt, lekker los. Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig, want we pakken de langste steel. En daar gaan we verder mee bouwen. Die houden we gewoon verticaal. En we leggen ze eigenlijk gewoon zo op elkaar. Nou ja, soms kom je bloemen tegen, ja, die kunnen eigenlijk echt niet meer. Je ziet het aan de uitgedroogde blaadjes en de knoppen die hangen. Nou, die gooien we gewoon weg. Hou ook een beetje rekening met de verschillende structuren, hè. We hebben hier bijvoorbeeld een hele mooie ronde knop. In combinatie met die gerbera, die is wat meer geveerd. En dan hebben we eigenlijk ook de chrysant en die heeft weer veel meer structuur. Dus het is heel mooi om daar een beetje op te letten in het boeket, zodat dat goed verdeeld is. Nou, het ziet er simpel uit en dat is het eigenlijk ook. Gewoon lekker spelen met je bloemen. Hartstikke leuk. Ook als je hem straks in een vaas zet, is het heel mooi, want je kan gewoon van alle kanten de bloemen heel mooi zien. Zorg ervoor dat je in het bindpunt, en dat is eigenlijk dit gedeelte, dat je daar geen blad hebt zitten, want dat vinden bloemen niet zo prettig. Nou, dan snijden we nog eventjes de bloemen allemaal schuin af. Dat is heel belangrijk voor de wateropname. Doe dat nou niet met een schaar, dan knijp je alle stelen weer dicht. Doe de vaas gewoon vol met water. Hoe meer niveau water erin zit, hoe langer die bloemen lekker in het water staan. Ververs het wel om de 2 dagen. Dan zetten we het er zo in. Zo, ik herschik het nog een beetje en dan kan je er heerlijk van genieten. We hebben dat groen over. Ik ga je in de volgende aflevering laten zien hoe je ook met dat groen een heel mooi boeket kan schikken.